give myself a time to see you. I finally gave myself a time to see you. I finally gave myself a time to see you for a while. If only we could see past a veneer, we'd see another side of you. Foto's dan werkte toch, dan krijg je een langer gezicht. Oh, dat vind ik wel goed. Ja, vind je dat wel goed? Maar ik zie nou gewoon in werkelijkheid dat je gewoon, ja, veel... Het is gewoon breder. Je hebt gewoon volle wangen. Wordt het wat, Annemiek? Altijd. Ja, het wordt altijd wel iets, maar ik bedoel, eigenlijk lijkt het een beetje leuk. Ja, ik vind er zeker dat hij erin zit. Maar het moet nog meer harm zijn. Nog meer dat ontspannen, ondeugende, vind ik een beetje. Als ik nou geen gelachruimte zou maken, dan is het geen harm meer, vind ik. Want jij, dat hoort bij jou. Je zit nu een beetje een rimpelpatroon erin te trekken. Oh, dat vind ik wel jammer. Maar goed. Ik ga nu weer lachen. Hoe goed ben je eigenlijk? Hoe goed ben ik eigenlijk? Goed, dat is wel een hele moeilijke vraag om aan mezelf te stellen. Nee, maar bedoel, jij vereeuwigt mij nu. Ja. En dat moet natuurlijk wel een beetje gebeuren door de beste. Geen reden tot zorg, want goed is Annemieke Colin zeker. Ze won met haar sculpturen een prijs op de Biennale in Florence en ze exposeerde vorig jaar in Parijs en Liverpool. Ik ga nog niet kijken hoe het wordt aan de micro, dat vind ik heel spannend. Nee. Maar mag ik ondertussen een ander beeld van jou zien? Heb je iets in de buurt? Ja, ja, we kunnen daar achter jou staan 3 portretten. Oh! Dit middelste is een klein kindje. Dus daar heb ik nog maar 2 keer aan gewerkt, dus dat is echt heel pril. Ja. Ik heb van een oma heb ik opdracht gekregen om alle kleinkinderen te portretteren. Dus dit is dus de 7e en dan... Komen er nog 2 aan. Hier zou je al niet meer te veel aan moeten doen. Maar hoe weet je dan wanneer je stoppen moet? Dan ga je maar weer door. Ja, en dan... nu ga ik ermee door. Want ik moet toch, ja, kijk, een oortje zit hier aan. Maar hier is nog geen, ja, net een aanzet tot. Hoe wist je op de academie dat dit bij jou hoorde? Toen ik voor de eerste keer portret boetseerde, was ik verkocht. Dat was voor mij... Je voelde meteen... Nou, gewoon, ik vond het zo... Kijk, ik heb portret tekenen, dat deed me niks. Dat was heel raar, terwijl je dus denkt van... Dat is, maar portret boetseren, ja. Ja. Dit is mijn zoon. Oh, leuk. Ja. Nou, dat is al een volwassen jongeling. Hoe oud is je zoon? 20. Ja. Jeetje. Ja. Maar zijn zijkanten vind ik echt... Ja, dat vind ik heel goed in herkenbaar. Ja. Ja. Maar ik heb nu toen hij 5 was en toen hij 1 jaar of 16 was. En dit is 20. Oh, dat is wel een hele grote sprong, hè? Ja, heb je 5 ergens? Ja, die heb ik daarachter staan. Oh, ik loopt u even mee. Ja, ja, echt. Is goed. Loop maar achter maar. Zo. Niet kijken. Ja, hier is het... Hier heb ik een kast met... Ach, kijk. Met allerlei materiaal. En daar is de kleine Jelle van 5 jaar. Oh. Kijk, dit is Jelle. Maar als ik de bronzen, die heb ik binnen staan. Ja. Maar dit is even het dingetje in was. En hoe oud was hij toen? Toen was hij 1 jaar of 16. Dit is een opdracht van een directeur. Hele grote meneer met van die mooie borstelige wenkbrauwen. Helemaal gek op. En van die mooie gekruld haar. Ja, heb je dat ook? Dan zou je zo'n man te kleien. Ja, word je dan een beetje verliefd op zo'n gozer ook? Dat je denkt, nee, oh, ja, lekker wel. Op de vormen. Ik hou van grote, mooie vormen. Dit is de buurman. Ja. Dus een heel klein manneke was het. Het is een appelboer. Hij is inmiddels overleden. En heel guitig koppie. Ja. En altijd grapjes maakte die. Die vond gewoon een interessant gezicht hebben. Dus die vraag je dan om model te zetten. En wat zegt zo'n man? Wat zei die dan? Nou, hij was zeer vereerd. Want als iemand je interessant genoeg vindt naar je te kijken... Ja, dan vinden mensen toch ergens vinden ze dat heel erg leuk. Ja. Een
zelfportret? Oeh, dat durf ik niet te laten zien. Dat heb ik nog jaren. Heb je het wel? Oh, wat goed. Maar ik heb het, ik denk, geen 30, dat lieg ik niet, 30 jaar niet uitgepakt. Oh, maar doe maar eens. Staat het hier ergens? Nee, het staat achter de gordijn. Ach ja, kom maar, ik wil het zien. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het echt, eerlijk, het is helemaal... Ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb hem niet afgemaakt, maar ik heb geen idee in welk staat. En of hij helemaal gebarsten is of zo. Smoesjes, smoesjes, smoesjes. Ja, hij is gebarsten natuurlijk. Ja? Je neus valt eraf. Oh, hij is helemaal omhoog gegaan, zie je dat? Oh, kijk, ik ga er eens naast staan. Kijk of ik gewoon iets van je herken nog. Ik zie hier de zijkant wel, herken ik dit stukje. Ja. Kijk eens, zo. Ja, je neus is voortreffelijk. Nee, dit is een karikatuur nou. Tja. Nu staan we vlakbij bij mijn eigen. Ja, dat heb je portret. Nog niet gezien, hè? Nee, ik heb nog steeds niks gezien. dit is nog niet af, hè, want je gaat maar door. Is het een goed moment om te kijken? Of zeg je, je mag wel kijken, maar het is nog niet af. Nee. Het is nog niet af. Oh, kijk. Oh jee, wat guitig. Nou, hoi hoor. Zo, ja. En nog niet af, hè? Nog lang niet af. Nee. Zie je de verschillen? Je neus is niet goed, zie ik nou. Ik heb je neus veel te slank gemaakt. Oké, okay, het is nog niet goed. Staan en we gaan door. Zo. Ik ga hier niet weg voor die af is. Nou, dan moet je nog lang zitten. Ik kan maar niks krijgen. Ik heb de tijd. Ga je gang.